Realiseer je dit wanneer ik in die dromen ben? Ik ben dat niet. Tenminste, ik ben dat wel. Maar je zou het eigenlijk moeten zien alsof ik een ballonnetje in mijn hand heb. En daar in die ballon, dat is echt ik. Dus ik ben echt alles aan het zien, hè, wat ik doe. Ik weet zelfs wat ik denk. Zelfs wat ik aan het voelen ben. Ik zie echt hoe ik me aan het gedragen daar ben. Die Ian daar is niet wakker. Die is aan het dromen. Of het is een beetje chaotisch. Gaat een beetje richting een nachtmerrie, zeg maar. Ik zie het allemaal, hè. Dus ook wat jij zegt. Ook wat ik tegen jou aan het vertellen ben. Dus echt, jullie zijn echt triest. Jij bent echt triest. Ik zie dat allemaal, hè. Of, ik ben er gewoon klaar mee. Iedereen die maar, ik doe niks en ik ben te stoer. En wanneer ze me beter leren kennen, denken ze dat ik naïef, aardig ben. Dus daar kan je wel mee dollen. Of zo ben ik weer een mietje. Tot echt, droom je al? Ik zie alles. Deze pagina heet ook dromendagboek. Want zodra ik wakker word, vertel ik meteen alles. Alles. Dus ik zie ook hoe jij je gedraagt. Ik snap ook dat veel van jullie ook niet wakker zijn. Tenminste, niet de controle hebben over die dromen. Maar ook wakker worden, waarbij jullie dingen aan het herinneren zijn. Zet respect op mijn naam. Dat is het enige wat ik vraag. Want zodra ik wakker ga worden, daar in die dromen ook, en ik dus kan doen wat ik wil daar, hoor. Kan ik een droom voor je maken, je dingen uitleggen, je dingen leren. En want via dromen kunnen we dingen naar boven toe halen wat er echt om je heen gebeurt. Ik kan er ook een nachtmerrie van maken. En dan ga je zweten en gek wakker worden ook.